Mijn naam is Karine Benaar, ik ben werkzaam bij Welzijn Ermelo en we staan hier bij de locatie De Baanveger. De Baanveger is het ontmoetingscentrum in Ermelo voor ouderen. En ouderen kunnen hier komen gewoon om een kopje koffie te drinken, maar ook voor activiteiten. Vanmiddag zijn dat bijvoorbeeld mensen die komen klaverjassen en er zijn mensen die komen biljarten. En ik neem u graag mee voor een kijkje binnen. Frits, je bent een verwoede klaverjasser. Ja. En hoe lang ben jij al, ken je het spel al? Ja, ik ken het spel al heel lang. Ja? Al vanaf mijn prille jeugd. Oké, ja. Ik kom hier nu vanaf, nou het is nu 2021, ik denk dat 2006 of zoiets, of 5, ja. Dat ik er hier ben gekomen. Ja. Ja. En wat vind je het leuke aan hier zijn met elkaar? Zo, nou, het leuke van ik vind ik het, in eerste instantie het spel zelf, want ja? daar kies je voor. Maar je hebt hier ook veel meer samenhang met elkaar. Er zijn mensen bij die waar je goede gesprekken mee kunt hebben. Ook wel een geintje. Ja, ja. Dus dat wisselt elkaar af. Maar ja. We zijn eigenlijk allemaal een soort vrienden van elkaar. Ja. Ja. Heeft u tussendoor zin in een lekker bakje koffie of thee? Dat kan. Loop gerust even langs bij de bar en we schenken graag iets voor u in. Goedemiddag Fred, ik wou je even wat vragen. We staan hier bij jullie groep, de biljarters. Jazeker, wij zijn een biljartvereniging voor senioren. En we spelen onderling competitie, maar niet in bondsverband. En het is dus vooral dat de mensen bezig zijn met een sport. Ja. Met een vrije tijdsbesteding. Ja, ja.